Ik kreeg de voornamen van mijn beide grootvaders, Maurice en Simon. Hoe ik Theo werd, maakt deel uit van dit verhaal. Ik ben nu 80 jaar oud en er is weinig tijd over om te vertellen hoe ik een nieuwe naam kreeg. Als voormalig klasgenoot van Anne Frank werd ik vaak uitgenodigd om op de school van mijn kleinkinderen over mijn Holocaustverleden te vertellen. Ora, mijn vrouw, met wie ik al meer dan 50 jaar getrouwd ben, heeft mijn verhaal vaak gehoord. Het was haar idee om er een film over te maken, nu het nog kan. Zo kan het verhaal doorverteld worden. In het dagelijks leven zijn Ora en ik uitvinders en bedenkers van bordspellen. Wie is dat, is vermoedelijk het meest bekende spel. Sar Blondini, yes? No. Yes, Sar Levan? Yes. Zakan, yes? לא. יש לו עיניים כחולות? יש לו, ואני טוען זה מגן. אתה צודק. תגיד, סבא, חוץ ממך, יש עוד ילדים מהכיתה של אנה פרנק שחיים, שאתה יודע עליהם? כן, אני יודע על אחת ששמה ננט קוניק ומבית בליץ. אז הכרנו אותה כנני בליץ, והיא גרה בסאו פאולו, בברזיל. טוב, תורך או תורי? תורך. Ik besloot een film te maken over mijn klasgenoten en mezelf om te vertellen hoe wij de oorlog overleefden. Hoe zouden zij het gered hebben? Het leek me een goed plan om Nanny Blitz in São Paulo te bellen. Zij zat ook in de klas en weet misschien waar ik anderen kan vinden. Hallo. Hallo. Ja, Nanette? Het met jou. Ja, kun je me zien? Alles goed. Dat is heel goed. Ah, nou ben je de gunst. Wat ben je mooi. Je hebt een donkerpaarse blouse aan. Nou, wijnenboot. Aha. Nanette, weet jij van overlevende klasgenoten van ons die samen met Anne Frank in een van onze scholen waren? Ja, nou... De overleden levende van onze vaders daar, dat was Albert Gomes de Mesquita, Jacqueline van Maarten, Leni Duizend, Theo Blok en Oma Wassler. Aha. Fanatiek Wassler. Waar woont Ganapiek? Die woont in Jeruzalem. Ah, ik ben van plan om contact met die mensen te zoeken. En ze alle, ook jou... te vragen of je misschien bereid bent om naar Holland te komen. Ja, ja, dat zou kunnen. Goed. En hoe is het met Ora? Geef me vooral de groeten. Ik zal het doen. Nanny Blitz. מתי ראית את חנה פעם אחרונה, תאו? שהיינו שנינו ביוץ ליסם, וזה נגמר בשבילי וגם בשבילה, נדמה לי, ב-1942. אנחנו חיים ב-2007, פירוש 65 שנה שלא ראיתי אותה. Wij vertrokken allebei uit Nederland en wonen nu in Israël. Dag Hanna. Goeiedag. Ma shalomech. Mitzuyan. Ani roe. Yofi. Bishvili ata at Maurice. Im haynu nifgashim barochov kacha bemikre, hayti omer, o, hine Annelie Goslar. Efo garta ba Amsterdam? Az haya Zuider-Amsterdam. Gamane. Roosevelt-laan. Roosevelt-laan 154. Oh.
Tussen het poortje, als je dat kent. Nee. Dit is juffrouw de Haan. En hier zit ik, zie je me daar? Maurice Kostler. Ken druk af en ik moet graag nog iets aan je debi die juk bad kamer had. Had niet recht of moord beschil gelegd. She been besmonen, right? Yes, yes, yes. Good morning. Eén zo dat. In het terrein. Presentielijst. Jij jongen. Presentielijst van ouders. Ah, mevrouw Kuperis. Ja. Dat was, zij stond altijd in de deur, heeft ieder kind een hand gegeven. Ja. Ah, dat is die Westertoren. Ja, wat is dit? Karofne. Susanne Lederman. Dat was, wij waren Anne, Hanne, Sanne. Ichaya, Olo, Ispa. Heute leven van Anne Frank. Anne Frank, Sipurim. Ah, hier is het in Hollands. Hille. Tales from the Sacred Annex. This is it. Weet je nog hoe Maurice C. zich bij Pim, haar vader, wou aanmelden om omgang met zijn dochter te vragen? Wat was dat zo gaar? Nou, ze zullen... Nou, wat was dat zo gaar? Dat ziet al ik hier het aan. November, hè? Nou, waar is dat nou? Hè? Zaterdag, 27 november 1943. Lieve Kitty. Gisteravond voor het inslapen kwam opeens voor mijn ogen Lies. Zo, honey. Ik zag haar voor mij, in lompen gekleed, met een vervallen en vermagerd gezicht. Haar ogen waren heel groot en zij keek mij zo droevig en verwijtend aan, dat ik in haar ogen kon lezen, o Anne, waarom heb je me verlaten? Help, o help mij, red mij uit deze hel, en ik kan haar niet helpen. Ik kan slechts toekijken hoe andere mensen lijden en sterven en kan God slechts bidden om haar terug te voeren naar ons. Ik had wat moeilijkheden om uit te drukken wat voor meisje het was. Mijn moeder heeft altijd gezegd, God weet alles, maar Anne weet alles beter. En zij dacht werkelijk dat ze alles beter weet, geloof ik. Met Peper... Peperig is wel nogal juist. Ja, ja. Ze vergast die ota bij 40 en 5. Ze loeit haar jalda, ze niet zo gerrit ota ken, haar pilpelit mi Amsterdam. We as bij met, daar war ik schon, het gaan nu lief kort steen, en ik merk, ik had me gie ahena, en niki wittische atetselsafta, ze lach bij Schweiz. אז היא אומרת לי, אנחנו הסתתרנו במשרד של אבא, אף פעם לא ניסינו להגיע לשוויץ, ואז אני התחלתי לספר לה, אמרת לה, אמא שלי נפטרה והתינוק, אבא שלי גוסס, הוא נפטר שבועיים או שבוע וחצי אחרי זה, ואז אנה עונה לי, אבל לי אין אף אחד. וזה לא היה נכון. אביה חי והיא לא ידעה. Ilu Anne Frank heita toredet atroshevetchi heita ola arza. Tere, ani pam dibarti im Adon Frank, vehu amar li, hu sha'al et habanot pam, ma tirtzu la'asot im netze mi ha'tofet hazot. Ken. Ve'az hu amar li, she'Margot amra lo, ki rotza liot achot be'Palestine, hayom Yisrael. Ken, baruch. Ve'Anne rotza liot soferet be'Holland. רק אל תשכח, זה היה לפני אושוויץ, כן? כן. יכול להיות שגם היא הייתה עולה ארצה, אבל אני לא יודעת. מאיפה אתם? אלעד. כן. זה רחוק. אנחנו שנינו היינו חברים לכיתה של אנה פרנק. אני
אתם מהולנד? לא, אנחנו עלינו ארצה ועזבנו אותו תודה רבה להתריות מי שפוגשים יודע מי זה אנה פרנק כן אני בחיים לא הייתי חושבת, כן, שזה יהיה אחרי התנ"ך, הספר שכל העולם מכיר. כן, אני לא יודע, זה מתורגם ל-80 שפות או משהו כזה. כן, ככה, ואוהבים לקרוא את זה כל כך, כי זה לא מספר על אושוויץ. נדעת ik met Nanny Konink Blitz en met Hanna Pieck-Hoslar had gesproken, vertrok ik naar Nederland om andere klasgenoten te ontmoeten. We are standing in front of my old home. The door there was the entrance of the house. It was noisy, but as a child I slept through all the trams and all the noise. I thought it was perfectly normal. It was a very welcoming home. We had a lot of visitors. It was a home where I learned a lot. It shaped me a lot. And I carry happy memories and very sad memories. One of the worst memories is the day they came, there was this knock on the door, the screaming, and the instant having to leave, and I hear the door still banging behind me. My father worked for the Amtrumse Bank, and he said to me, my dear girl, I am a director of this bank in spite of being a Jew. He and the rest of the Jewish community were rather naive, I would say. They knew of Czechoslovakia, they knew of eventually of Poland, but they thought it could never happen here. Ach, wie hebben we nu hier? Wat is dat leuk jullie hier te ontmoeten. Jij komt van het verste. Je krijgt het eerste zoentje van me. Ja, bedankt. En fijn om je te zien. Lange tijd geleden, hè? Mooi, Nanny Blitz. Nanette Konink. Leni. Jacqueline. Albert. Theo. Ik zoen je deze Goed keer niet. Ik was, ik weet niet, een jaar of 30 of zo. En toen kwam ik iemand tegen die zei dat hij bij me op de kleuterschool had. Dat hij mij daarvan kende. Je bent niks veranderd, zeg ik. Dat ben ik. Toen vond ik het niet leuk meer. Oké, dan gaan we. Nee, hij legt het echt op. Is dat ergens midden in de plas? Klopt dat? Wat zeg je? Is dat ergens in de middelste rij? Ja, maar geen idee, niet de minste herinnering heb ik daarvan. Ik heb een boekje bij me, dat is mijn oude poëziealbum. We zitten hier nu in de reunie met verschillende mensen uit die klas. Maar
hier staan ook degenen in die missen. Die, en, dat wou ik even laten zien. Ilse Wagner. Als ik niemand teleurstel, daar was ik verliefd op. Die was heel lief. Ja, die was heel lief. Dat, ik was ook erg weggevallen. In die tijd? Nou ja. Nou ja. Stelde niks voor, maar goed. Ilse, die, is dus die heeft het geschreven op 26 april. En dan heeft ze het hier over een lang gelukkig leven. Maar precies een jaar later, op 2 april 1943, is ze in Sobibor omgebracht. Lang gelukkig leven, hè? Hoe onwetend wij waren. Ja, natuurlijk. Nee, dat we hadden geen blauw idee. Dat is toch onvoorstelbaar? Dit is een heel kostbaar boekje voor mij, hoor. Anne Frank, maart 1942. Lieve Jacque, blijf steeds een zonnestraaltje. Op school een aardig kind. Voor mij, mijn liefste vriendinnetje. Dan word je door ieder bemind. Ter herinnering aan je vriendinnetje Anne Frank. Hier is en dit heeft hij er ook ingeplakt, hè? Ik vind het verschrikkelijk leuk, een poëziealbum van die tijd. Lady, vind jij het ook leuk om jouw gedicht even te lezen? Dat vind ik enig. Heb je al die jaren niet gezien? Nee, dat is buitengewoon, zeg. 21 april 1942. Lieve Jacqueline, iedere dag een vrolijke lach en een vriendelijk woord is wat ieder bekoort. Ga prettig door het leven, geniet van je jeugd en tracht de wezen en ieder tot vreugd. Je klasgenootje Leni Duizend. Mooi. En dat is een poëem dat je zelf hebt gecreëerd. Ik denk het wel, ja, ik maakte toen zelf die gedichtjes. Wat fijn dat je dat allemaal nog hebt. Ja, natuurlijk. En wat een herinnering. En toen schreef ik op deze zijde blauwe ogen, rode mond. Lieve Jackie, blijf gezond. Nou, dat ben je ook gebleven. Dit is Betty Bloemendaal. Dat was wel de knapste, Albert. Ja, die had best rapport van de hele klas. Ja. Ja, en was ook een heel stil meisje. En heel lief. Juli 1943 was zij al in Sobibor vergast, neem ik aan. Lieve Jacque, wel foei, een foutje in het blad en bovendien nog vastgeplakt. Waarvoor dit foutje toch gewis? Is dat iets nieuws wat mode is? Wel nee, mijn lieve beste meid, het is alleen maar uit voorzichtigheid dat je onder al je vrienden mijn naam het eerst terug zult vinden, je vriendinnetje Betty Bloemendaal. Ja, dat krijgt nu zoveel meer waarde, hè, zo'n gedichtje. En ex-klasgenoten van Anne Frank. Er waren heel veel Joodse kinderen op school. In Wierenburg waren heel veel Joden. Dag mevrouw, neemt u mij niet kwalijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben met twee ex-klasgenoten van Anne Frank. Komt dit toevallig goed uit, jongens, of niet? Ja. Want waar zijn we net over aan het praten? Anne Frank. Over Anne Frank? Ja, want wie zat er aan dit tafeltje? Anne Frank. En hoe lang geleden, jong? 77 jaar. Ze was nu 77 jaar geweest. Gaat u zitten? Als je er nog in past. Ja, het gaat al wel. Ik ben een hele kleine jongen. Allemaal mee, hè? Nou jongens, dat is toevallig, hè? Want we hadden net vanochtend bedacht hoe Anne Frank eruit gezien zou hebben als ze nu nog geleefd had. Nou kijk. Doodgewoon, oud. En kan je Anne Frank in het echt zien? Ze is begraven door in een glazen kist met een bloem. Dat zou kunnen. Nee. Hier zien we Anne op het Merwedeplein spelen met haar vriendinnetjes. En wie weet nog, wie waren haar vriendinnetjes of haar vriendjes bijvoorbeeld? Hada. Roya. Hada.
Hanna. Precies. Wat het leuke is namelijk dat we hier in de klas ook een Anne en een Hanna hebben. Deze twee dames. Aha. Oh. En die zijn ook dikke vriendinnen. Oh, was dat is zo leuk. Dat ze in de klas. Die heb ik nog, die foto. Precies dezelfde foto. Die heb ik nog. Ik hou me eens geld. Leuk. En ik laag ze. Daar wonen we. Aha, dat heb ik in Jeruzalem. Nou, op die fijne reis, zegt. Duco, Laura, Mendel, dat zou wel eens Joods kunnen zijn. Jim, Miam, Luc, Amar, Samuel, Tim, Finn, Sarah, Ami, Sam en Ivo. Goedemorgen. 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 Kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat je in een klas zit, jullie gewoon nu boven, en dat er dus de ene dag alle kinderen met de naam A niet meer op school komen, de volgende dag de B? Nou, dan ben ik lekker lang op school. Ik heb een achternaam met een Z, dus wij met een B. Dan zit ik even een beetje. Maar als je dat met achternaam. Maar hoe denk je dan dat dat voelt? Jouw achternaam is met een Z. Niet echt heel fijn, want toen is iedereen al weg. En dan. Ja, maar het is maar ook zo dat je al weet wat er gebeurt. En terwijl je als je bijvoorbeeld met een A begint, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Ja, stel dus met de C of zo, het is liever een U. Ja. Dan lijkt het echt gewoon heel vreselijk, want dan lijkt het gewoon een B of zo. Heeft u ook te maken gehad met het verzet of iets? Ja en nee. Het verzet, ik ben ondergedoken geweest al die tijd. En ik was in het begin een maand in de IJsselstraat bij iemand. En daar kwam opeens iemand binnen en die zei, jij noemt mij ome Jan. Oké, doe dan maar, ome Jan. En jij gaat met me mee naar een vasten. Als je toch moet onderduiken, dan moet je het ook aan de vertrouwde mensen vragen. Of het kan wel. Maar je kon niet anders dan mensen vertrouwen. Ja, maar als je weet dat mensen. En die zijn niet, waren niet altijd te vertrouwen. Die namen soms het geld en reikten ze over. Dan krijg je €7,50 of zo als je dat vertelt. Zo, ja, €7,50. Maar stel je voor, jullie hebben honger. Je hebt geen goede kleren, je hebt geen speelgoed, je hebt geen fiets. En je krijgt €100, wordt je geboden. Is het niet zeker, denk ik, dat de mensen die Joden verraden, sommige mensen, ook wisten dat die mensen die ze verraden, dat die vermoord zouden worden. Ik weet niet of al die mensen die Joden verrieden dat wel wisten, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar dan moet je er wel mee leven. Wat denken jullie? Hebben ze dat geweten? Nee. Zeg ik? Sommige treinen die naar Westerbork gingen, vol met Joden, die kwamen leeg terug. En de treinen die iedere dinsdag vertrokken naar Auschwitz en Sobibor, die kwamen leeg terug. En niemand heeft ooit gevraagd waarom. En weet je waarom ze het niet gevraagd hebben? Omdat ze daar gewoon wisten. Ze wilden het niet weten. Ze wilden het niet weten, denk ik. Ze wouden zelf niet op die treinen zijn. Als je dan na die oorlog erachter komt dat ze dood werden gemaakt, heb je wel je hele leven gewoon een schuldgevoel van. Ja, ja, enorm. Irritant. Ja, ik heb iemand van de mensen wilden het niet weten. Ze wilden het niet weten. In je eigen ogen kun je dan gewoon zeggen dat je iemand hebt vermoord. Doodslag. Ja. Maar als zo'n situatie is heel anders, is het zo erg. Ik ben eens een keer uitgenodigd voor haar verjaardag. Ik geloof dat de tijd was dat Joden niet meer naar de bioscoop mochten. En toen heeft Otto Frank een film gemaakt, geloof ik, van Rin Tin Tin. Was jij er ook bij? Ja, wij zaten in de ene kamer en er was een zijkamer, die was helemaal donker. En daar stond scherm. En ik weet helemaal niet of ik kinderfilms waren. Het enige wat ik me herinner was een film over de fabrikage van jam. En ik vond het stinkend vervelend. Het boeide me absoluut niet. Ja, maar wat ik me wel herinner is haar eerste dagboek.
En die zie ik nog zo voor me liggen op die tafel. Ik herinner me nog vrij goed dat in die tijd het woord sexy dat bestond gewoon niet. Het enige wat ik wist, dat het een attractief meisje was. Het was niet mijn grote liefde, want ik was veel te bedeesd en vond Anne Frank, was toch een stevige puber in die tijd. Dus als je het al hebt op vallen op, dan waren het toch meer de wat rustiger typen, zoals Ilse Wagner. Het was een moeilijke vriendin, want ze was gauw jaloers. Ze wilde me helemaal voor zich alleen hebben. En, dus ik kan me voorstellen dat een jongetje dat een beetje verlegen was. Haar niet zo, een beetje precies, bang dat... misschien wel voor haar. Ze had graag attentie. Ja. En ik ben eigenlijk de enige die haar nog in de kampen heeft gezien. En toen was het een heel ander geval. Ze was, Je hebt haar gezien? Ik heb haar gezien en omhelst. En toen heeft ze mij verteld dat ze dus dat dagboek verder had geschreven toen ze ondergedoken was. Maar dat ze dat dagboek niet wou gebruiken. Ze wou dat niet publiceren na de oorlog. Ze wou het gebruiken als de basis van een boek. Dat je me vasthoudt hoor, dan val ik niet. En dan val ik niet. Overdag moeten we altijd erg zacht lopen en zacht spreken, want in het magazijn, beneden, mogen ze ons niet horen. Nee, dan moet je nagaan, 12 juni is het 13 geworden, dus dit was een dag minder dan een maand nadat wij op die verjaardag waren, waren ze pas hier gekomen. Aha. En dit is de geheime deur naar het achterhuis toe. Daar was een sprun. De Engelse radio zegt dat ze vergast worden. Ik voel me verschrikkelijk, schreef ze. De foto geven nog niet eens weer de lucht, de stank en de hele atmosfeer kun je nooit weergeven. Dat zijn alleen maar foto's en die geven maar een heel klein gedeelte van de werkelijkheid. Je kunt de angst, de geluiden, de geruchten enzovoort, die kun je niet in een foto weergeven. En als ik ze zie, dan komt dat allemaal weer terug. De stapels met lijken en... Wat komt nog terug? Ik heb mijn vader... Mijn vader is daar overleden en mijn broer en mijn moeder zijn van daar weggegaan. En ik ben dus daar alleen gebleven. If she had known her father is still alive,
Maar wat zij zei van Annelies zei, dat had Anne geweten dat haar vader nog in leven was. Dat ze dan meer moed gehad zou hebben om te overleven. Het lag niet aan haar. Je kon niet tegen vlektyfus. Anne was al een geraamte. Je kunt toch niets doen als je vlektyfus krijgt. Ik heb eigenlijk pas 30 jaar na de oorlog gemerkt hoe het was om ondergedoken te zijn. En dat was, toen was er een oudere man van een jaar of 80, was in Eindhoven komen wonen, een Joodse man. En die man die ging toen terug naar het gezin waar hij tijdens de oorlog ondergedoken was geweest. En die man die kreeg weer het gedrag van een onderduiker. Ik had dat eigenlijk nooit zo beseft hoe dat was. Maar toen ineens die man zachtjes praten. Geen aanstoot geven. Alles wat die mensen doen is goed. Kritiek heb je niet. Je vraagt niks voor jezelf. En ik kreeg het zo ontzettend benauwd. En ik herkende ineens van... Dat was het gevoel van onderduiken. Stil zijn. En je hebt zelf geen wil. En alles wat er gebeurt moet je accepteren. I really can't remember this woods and the trees and everything. It was a very barren place. Depressing. The place was dismal. The barracks, the barbed wire, the transportations, and the conditions under which we lived. I told you there were no trees that I remember. This place was pretty barren. I guess in 60 years they had time to make this into a park, right? Maar toen ze daar aankwamen, had die moord of je had geprobeerd te ontsnappen. Dan werd je dus naar de strafbarakken gestuurd. Dag mevrouw. Dag. Wij beiden waren klasgenoten van Anne Frank. Ik was hier gevangen van het eind van september 1943 tot februari 1944. En 15 februari zijn wij dus gedeporteerd naar Bergen-Belsen.
En ik heb in februari 1945 Anne Frank nog gezien. En die waren toen, na een poosje, waren wij in hetzelfde kamp. Voor een korte tijd. Nanny, kom je erbij? Je moet even op de foto doen. Ja, ze wil graag even op de foto. Niet te danken. I was 16 when I came back, and I was a skeleton. I had my hip bone sticking through my flesh. And like all the other women who were underfed, you didn't have any menstruation because the menstruation is there to reproduce, and we were in no state to reproduce anything. It took a while to gain the weight by which I could actually bear children. This was the railroad here, there are the railroad tracks. That was the punishment camp, and that was our barrack there. But now looking at it, Theo, I don't think it would have been that difficult to escape from the camp. But then we were not aware of it, right? I once was on the border of going into madness. I had dreams of my father pointing my going one way and the rest of the family going another way, so I guess the dream indicated that I was alone, left alone, an orphan. Elke rode steen met de glinsterende Davidster staat symbool voor een van de 102.000 Nederlandse Joden die in de nazi-kampen omkwamen. Het hoofd van de christelijke lagere school, Baart van Beek, en zijn vrouw Suus namen mij in huis. Zij deden dit zonder het besef hoe lang de oorlog nog zou duren en met groot gevaar voor hun eigen leven. Ik moest de rol spelen van hun neef uit Amsterdam en ze drukten me op het hart om nooit iemand te vertellen dat ik Joods was. Ik ben er de rest van mijn leven van uitgegaan dat niemand in het dorp wist wie ik echt was. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Wat leuk. De familie Davis woont in het huis waar ik indertijd ondergedoken zat. Is meneer Davis er ook? Meneer Davis kwam te zullen en ik kwam van de trap uit. Aha. In principe is dit huis, als je niet naar details kijkt, precies hetzelfde. Er was hier een dubbele deur. Daar één kamer, daar nog een kamer, daar was de serre. En uiteraard is er een supermoderne kraan. Maar in die tijd was er echt een pomp. Mijn ouders zaten in de buurt ondergedoken en mijn moeder, die er niet erg Joods uitzag, kwam mij eens per maand opzoeken.
Wij ontmoeten elkaar in het huis van dominee Van Delen. In september 1944 was het onderduikadres van mijn moeder niet langer veilig. De Van Beeks boden haar aan bij ons te komen. Kort daarna eiste een afdeling van Nederlandse vrijwilligers voor de SS twee kamers in het huis van de Van Beeks, dat naast de school stond. Ik noemde mijn moeder tante en sprak de Van Beeks aan als vader en moeder. Wij zaten vanaf dat moment in een onmogelijke situatie. Twee christenen, twee joden en twee SS'ers woonden in hetzelfde huis. In die tijd had ik een echt probleem, want ik was Maurice Koster. En opeens moest ik eigenlijk Theo van Beek zijn. En dat was een heel probleem natuurlijk. Ik moest me koest houden. Een rol spelen die ik niet gewend was. We gingen elke zondag naar de kerk en dan kreeg ik op de HBS nog godsdienstonderwijs. En ik moest dat toch wel aanpakken, alsof het normaal was. En alsof ik het vervelend vond, boring, net als alle kinderen. Maar ik moest het toch wel heel goed leren. Denkt u dat er nog iemand anders is die Theo van Beek of die Theo Koster zich kan herinneren? Enig idee? Ik heb er wel wat in gedachten, maar die zijn er niet meer. Jawel, dit. Wie dan? Teuntje Beekhuis. Oh ja, Teuntje Beekhuis. Zouden we die kunnen bezoeken? Oh, waarom? Teuntje Beekhuis? Beekhuis. Beekhuis. Teuntje Beekhuis. Mevrouw Beekhuis, ik zou graag binnen willen komen en u willen ontmoeten. Fijn, dank u wel. Ik vind het fijn u weer te ontmoeten. Ik ook, want ik ken je als jongetje. Juist, uiteraard, maar ik kan me heel weinig herinneren. Ik ben niet meer zo jong als ik vroeger was. Ik zou het niet denken, maar ik ook niet. Komt u binnen, dit is mijn nichtje. Ik ben Theo. Betty Vos. Betty Vos. Ja. Zij was ook in de oorlog erbij, bij de familie bij ons. Aha. Dus, u bent Joods? Zitten? Ik ben niet Joods. Nee. Aha. Nee, maar wij ook niet. Nee, dat begrijp ik. Ik wel. U ziet er goed uit, dank u. Vind ik. Ik ben wel op de begrafenis geweest van de meneer en mevrouw Van Beek. En toen heb ik je gezien. Aha, juist. Ja. De familie Van Beek, tot hun laatste dag, hebben we eigenlijk bemind als kind. Ja, 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 dat hebben ze. Ja. En dat vond ik zo fantastisch. Bijvoorbeeld in die rouwadvertentie, toen hij stierf, stond er eerst Suzanne van Beek van der Pauw, daarna Theo Koster, ja. Israël. Ja. En daarna zijn broers en zusters enzovoort. Nee, maar je hoorde er helemaal bij, maar dat was met alles. Ja. Toen ik je zag dan met de begrafenis van de Van Beeks, toen denk ik, nou, dat is Theo niet meer. Nee. En had u het idee dat ik Joods was? Ja, dat was algemeen bekend. Van ons wisten ze niet dat we een Joods echtpaar hadden. Aha. Maar van jou wel, ja. Maar er werd niet over gesproken. Nee, kennelijk niet. Nee. Maar u ging ook gewoon naar school. Ja, maar... Want de Joodse mensen kwamen niet buiten. Ah, maar ik had een persoonsbewijs zonder J. Ja, hun ook. Zij ook? Zij ook. Maar zij had echt het uiterlijk ook wel van een Joodse mevrouw. Aha. En hij had ook echt de gebogen neus. Aha. Ja. Misschien heb ik er niet zo erg Joods uitgezien. Nee, als jongen niet. Okay. Nu zeg ik het dus wel. Ik vind het best. Ik dacht dat ik doorging als het neefje van de meester. En wat heb je nu gemerkt? Dat het dorp wist dat ik Joods was. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat de inwoners van Vaassen veel respect hadden voor de Van Beeks. En dat zie ik als de voornaamste reden waarom niemand ons heeft verraden. Mijn ouders overleefden de oorlogsjaren. En mijn onderduikouders, die zelf geen kinderen hadden, beschouwden mij als hun eigen kind.
Zij hielden mij vrij en gelukkig. Mijn ouders gaven mij het leven en de Van Beeks hielden mij in leven. Ik zal altijd aan de Van Beeks blijven denken en ben dankbaar voor hun moed en liefde. Je zou kunnen zeggen dat ik vergeleken met veel van mijn klasgenoten, gek genoeg, een gelukkige oorlogstijd had. Ik veranderde mijn naam Maurice in Theo en met excuses aan beide opa's, ik hou van die naam en ik blijf erbij. Ik heb mijn pubertijd dus helemaal niet gehad. Die bestond niet. Wij zijn eigenlijk van kind zijn we meteen volwassen geworden. Dus ik ben niet jong geweest. Ik was oud voor mijn tijd. Normaal is puberteit dat je probeert om je los te maken van je ouders. Dus je gaat je afzetten tegen je ouders. Maar in die tijd was ik ondergedoken. En, ja, en ik was met mijn ouders en mijn zuster ondergedoken. Ja, je kunt je niet gaan in die situatie. Het kwam niet eens bij me op. Dat je je zou afzetten tegen je ouders om te kijken van... Ja, wie ben ik, hè? Dat is eigenlijk waar je dan mee bezig hoort te zijn. Dat heb ik helemaal nooit gekend. Ook na de oorlog niet meer. Was het toch anders dan anderen, want zij heeft dus rustig de puberteit wel doorleefd, hoor. Ja, zij heeft het zeker wel gehad. Zeer zeker wel. Ik heb natuurlijk een andere situatie gehad. Ik hoefde me niet echt af te zetten tegen mijn ouders. Ik weet wel dat ik me afzonderde van. Maar wat ik me goed herinner is dat na de oorlog kwam... Toen ben ik in het ziekenhuis geweest bij Nanny. En ik was ook bij Hanelie Goslar. En ik had toen heel erg het gevoel van dat ik, het contact was weg. Want zij hadden beleefd wat ik niet beleefd had. En daardoor heb ik toch het idee dat ik toch echt wel gewoon niet iets overgeslagen heb. Niet zozeer. Maar zij hadden het overgeslagen en dat heb ik heel goed gemerkt aan ons contact. Dat later weer goed geworden is. Hey. סבא, עכשיו כשהיא עשרת, אתה כבר לא צריך לבוא לבית ספר.